Op goed genoeg. AFC tegen IJsselmeervogels. IJsselmeervogels in die Vitesse-achtige shirt. Dat is het tenue waar de club de allereerste wedstrijden 90 jaar geleden in speelde. Toen IJsselmeervogels nog NAS heette. Na Arbeid Sport. Openingsfase is voor de Vogels, maar die krijgen eigenlijk nauwelijks kansen. AFC hier via De Mooi. Dan is daar de onderschepping van El Haroukhi en een wonderschone goal van Melvin Platje. Na 18 minuten waarin AFC er eigenlijk niet aan te pas kwam. IJsselmeervogels niets creëerde en Melvin Platje hier een hele mooie 1-0 maakt voor de Amsterdammers. En daarna is het eigenlijk gedaan met de dadendrang van IJsselmeervogels. Wordt het na rust 2-0 door Riley Ignacio. En zei trainer Gert-Peter de Gunst van IJsselmeervogels na de wedstrijd. Het leek wel alsof mijn spelers pas een week in training waren. Zo lethargisch liepen ze erbij in de tweede helft. Dit is trouwens niet Gert-Peter de Gunst, maar Benno Nyholm, de trainer van AFC. Die ziet dat het goed is met zijn ploeg. Speldeprik van IJsselmeervogels. Die bal van El Hadouti gaat voorlangs. De man die zo ongelukkig was bij de openingstreffer. De grote kans dan voor IJsselmeervogels aanvallen Jarno Westerman. Maar Cody Klaver grijpt in. Westerman grijpt naar een hamstring. En er waren er meer van bij IJsselmeervogels. Veel spierklachten. En geknoei achterin. En dat geknoei leidt tot deze kans voor Splinter De Mooi. Die wordt op de voet getrapt door Adil Hayan en Sander De Briet Rokke. Maakt het voor IJsselmeervogels allemaal nog een tandje erger. De ploeg die vorige week nog won van OFC komt hier op een 3-0 achterstand. Melvin Platje schiet de strafschop binnen. De eerste 3 punten voor AFC is een feit. IJsselmeervogels moet letterlijk bonden likken. Ja, heel simpel gezegd. Kansen creëren, denk ik. Nou ja, ik zou eerlijk zeggen, dat is niet hetgeen waar ik nu mee in mijn kop zit. Dat is meer met alles wat ik genoodzaakt moet wisselen. En wat was dat dan? Nou ja, goed, ik moet Brett eruit halen. Die heeft eigenlijk al 2 weken last van zijn knie, dus die gaat waarschijnlijk richting een kijkoperatie. Nou, dat heb je vandaag gezien. Daniel van Som, die moet eruit. Schiet hem in zijn lies. Wessel Boer. Gewoon dat hij in 8 jaar tijd nooit een wedstrijd gemist heeft, nooit wat heeft. Schiet hem in zijn hamstring en je hebt het allemaal zelf gezien, dus ja. Het viel me ook al op, hoe kan dat? Nou, het lijkt er haast op, alsof we in de voorbereiding niks gedaan hebben. Ja, je zou zeggen van spierblessures, dat heeft met fitheid te maken, maar... Ja. Ja, jouw kennende, jij drilt die gasten wel... Nou, goed, daar hebben we het net over gehad. Ik durf echt rustig te zeggen dat we best veel gedaan hebben. Nou ja, dan is misschien de vraag van, hebben we dan te veel gedaan? Nou, dat zag er in de voorbereiding niet zo uit. Dus hebben we dat heel rustig opgebouwd. Ook in wedstrijden spelen van 45 na een uur, naar 75 naar volle bak. Ja, allemaal goed gegaan. Goed voetbal gespeeld. De competitie begint. En kijk, dat je... Is dat dan toch anders ook door spanning? Nou ja, jij noemt het. Ja, het is natuurlijk anders om voor de Vogels te spelen. Dat geeft al een bepaalde druk. En dan is een competitiewedstrijd is wel anders dan spelen voor de Harry Hamstra Cup. Tegen Sparta Nijkerk. Ik noem maar wat, zonder Sparta Nijkerk ook maar ergens tekort te doen. Maar dat is wel echt een serieus ander verhaal dan uit bij AFC spelen. Nou, vorige week hebben we thuis gespeeld in OFC. Die hebben we gewonnen. Maar goed, dat was de tweede helft. Heel matig. Dus het heeft toch met bepaalde dingen te maken. En daar een spanning. Ook een onderdeel van, ja. Je begon zo goed. Maar ja, dan kom ik toch bij mijn eerste vraag. Kansen? Nou ja, ik denk dat we in de eerste fase, voordat die Platje die bal vanuit het niets erin schiet. Knappe goal. Maar dat viel zomaar. Een misverstandje. En hij denkt niet na, hij schiet hem erin. Nou, dan zie je dat. Prachtig. Prachtig. Ja, dat is de klasse van hem. Dus dan moet je klappen en veel meer is niet. Maar voor die tijd hebben wij wel een aantal momenten gehad. Dat ik dacht van, godverdorie, als we dat iets beter doen, dan...
Ja, maar dat iets beter, ja. dat was wel vaker zo rondom die 16. Ja, nee, dat klopt. Dat was niet goed gedaan. Anders hadden wij misschien een voorsprong gekomen. Nou, dat gebeurt niet. Maar eigenlijk, daarna pakken hun het steeds meer op. Spelen ze wat makkelijker onder de druk vandaan. Met die backs die naar binnen komen. En hadden we het even lastig mee. Ja, dat was zoeken voor jullie. Want hoe moet je dat oplossen? Nou ja, dan moet je dan ja, om dat in de wedstrijd op te lossen is best lastig. Goed uiteindelijk gewoon punten achter spelen en backstage door, zeg maar. Nou, maar goed, dat is dan even weer, weet je. Je moet het even een keer voelen en een keer zien en dan lukt dat. Duurde wel iets te lang, vond ik. Maar oké, dat kan, dat is niet erg. Het zijn goede voetballers, is gewoon een goede ploeg die elkaar heel makkelijk vinden. Weet je, ik zei in de rust al, kijk, jij hebt het over kansen creëren, maar je moet elkaar ook de tijd geven om zeg maar in stelling te komen. Dus om uiteindelijk ook tot kansen te komen. Nou, het mooiste voorbeeld was vlak voor rust, wij krijgen een vrije bal op 12 meter van de achterlijn. Ja, en dan komen de grote jongens, die zijn in aantocht. Zo gaast. Die zijn er nog niet. En dan denkt er een van, nou, ik speel hem alvast. Ja, dat, ja. Weet je... En daar hebben wij te veel momenten van. En kijk, je wordt heel erg moe. Dat kwam net ook naar voren. Je wordt heel erg moe als je achter een bal aan moet lopen. Dat is heel vervelend. Dus je moet zorgen dat je dat omdraait. Nou, dat deden we aan het begin. Deden we dat heel aardig. Maar dan worden wij eigenlijk in onze keuzes worden we te gehaast. Gaan we te snel. Als we aan één kant zitten, gaan we weer daar proberen te forceren. Terwijl je hem er gewoon weer uit moet halen, opnieuw beginnen. Laat die gasten maar lopen aan de voorkant. Ja, dus eigenlijk hebben we ze voor rust, vind ik zelf, terug in die wedstrijd gebracht. Terwijl, omdat ik zeg, omdat het begin was gewoon prima. En moesten hun er een beetje achteraan. Nou. Je hebt het ze eigenlijk cadeau gegeven in de eerste helft. Nou, we hebben ze wel een beetje geholpen, ja. Ja, dus dat in de tweede helft kon je het niet meer recht trekken. Nee, in de tweede wedstrijd hebben we het gewoon weggegeven. Twee goals waarin we alles kwijt zijn, niet goed staan te dekken, panel weggeven. Gelukkig dat het er nog twee waren. Ja, nee, inderdaad. Ja, en dan moeten we twee inmaken, alleen voor de keeper. Nou, ja. Ja, dan zul je zien, dan wordt het nog een wedstrijd. Ook een hamstring? Nou, dat is, ik denk dat dat meer een mentaal dingetje is.